Iedere week neem ik het met behulp van een splinternieuwe gadget op tegen een professional. Een duel. En de gadget haal ik hierop. Klein maar fijn. Echt een middle of nowhere. Beste Klaas, jij gaat vandaag het duel aan met Marten Eversen. In 2017 won hij de Nederlandse kampioenschappen straatmaken. Hiervoor krijg jij deze gadget. Laat het een sleutel zijn. Laat het een sleutel zijn. Een sleutel. Nou, het? Even checken. Dit is hem niet. Oké, maar dit ziet er ook wel uit als een tof apparaat. Dit is hem, joh. Met deze machinale bestratingsklem kun je sneller straten leggen dan met de hand. Met de klem grijp je in één keer maar liefst 1 vierkante meter stenen. Als je tenminste weet hoe die werkt. Klaas. Dag. Matthijs. Matthijs, ik ga dus niet met jou het duel aan. Nee, maar ik kan jou wel vertellen hoe jij ermee om moet gaan. Matthijs geeft me een spoedcursus. Les 1, goed die stenen klemmen. En dicht. Heel maar door. Wow! Ja? Nice! Les 2, de stenen weer rustig neerleggen. Nu zal je deze laag weer goed moeten leggen om hem opnieuw te kunnen pakken. Oh, als dit gebeurt, dan ben ik echt 10 jaar verder. Wist je trouwens dat er sinds 1953 jaarlijks een Nederlands kampioenschap straatmaker gehouden wordt? De beste stratenmakers van Nederland nemen het hier tegen elkaar op. En vandaag heb ik niet de minste tegenstander. Zo. Hey. Hey. Klaas. Marten. Nederlands kampioen. Ja. Marten is 21 jaar en een van de beste stratenmakers van Nederland. Zijn topsnelheid is maar liefst 60 vierkante meter straat per uur. Wat is jouw geheime wapen? Gedrevenheid en willen winnen. Nou, die eigenschappen heb ik ook. En een klein hulpmiddel. Martin en ik krijgen allebei een half uur om deze twee wedstrijdbanen te bestraten. Wie het verste komt en het mooiste straatje heeft, die wint. We krijgen allebei de hulp van een opperman, want zo gaat dat. Let the battle begin. De tong vloog mee. Valse start, we moeten nog een keer. Martin gaat meteen als een razende stenen leggen. Maar ik moet voorzichtig doen. Vooral geen steentje laten vallen. De eerste vierkante meters liggen erin, maar Martin bouwt al aan een straatlengte voorsprong. Ik moet niet naar mijn concurrent kijken, maar wat gaat die gast snel, joh. Ik ga te gehaast, het wielt alle kanten om. Kom op. Oh, als ik zo blijf zwabberen, raak ik ze aan de straatstenen niet kwijt. De afstand tussen het straatje van Martin en die van mij is groot. Veel te groot. Als ik wil winnen, moet het gas erop. Klemmen, klemmen, klemmen! Ah. Wat is dit nou weer? Ik zat er net lekker in. Examinator Frits de Kok bepaalt wie dit duel gewonnen heeft. Totale afstand, Klaas, 5 meter 80. Totale afstand van Martin, 11 meter 10. Qua afstand heeft Martin duidelijk gewonnen. Daar valt niet over te discussiëren. Nee. Qua netheid krijgt Martin 1/10 punt afstrijk voor. Maar de uiteindelijke winnaar is toch Martin. Gefeliciteerd. Dankjewel. Onwijs bedankt, heer. Ja. Ik ga nog even mijn straatje bewonderen. Kan ik de stratenmaker verslaan? Nee, dat niet. Maar ik ben wel een stuk minder moe. Telt dat ook? Bloed
stollend spannend. Oh nee, dat was wat anders. Klaas kan alles, daar kijk je naar. En als je een ander duel wil zien, moet je even hier klikken. Daar kan je je abonneren. En hier vind je andere vette opdrachten. Lekker kijken, veel plezier.